Hey, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik je laten zien hoe je met een brushpen kunt werken. Dat is deze unit. En ik ga je vertellen hoe die in elkaar zit en hoe je hem moet vullen, hoe je ermee kunt verven en hoe je er vooral makkelijk mee op stap kunt om buiten te gaan schilderen of in een cafeetje. Dus blijf kijken. Dit is de brushpen en er zit altijd een dopje op om de punt te beschermen. Die zou ik ook echt wel gebruiken. Verder is er een body en die vul je met water. En dat kun je op verschillende manieren doen. Als je buiten bent, zou ik je adviseren om een pipet te gebruiken. Dan gebruik je gewoon je waterflesje en daar haal je het water uit en dat breng je dan hier in de brush. Ben je gewoon thuis, dan kun je hem ook onder de kraan houden. En dan draai je hem dicht. En het is wel handig om te weten dat bij sommige merken draait hij in tegengestelde richting. Dus niet wat je gewend bent, maar de andere kant. Ik ga je nu laten zien hoe je kunt schilderen ermee. Ik ga nu laten zien hoe je de verf mengt. Dus dan halen we de dop er weer even vanaf. Ik heb een doekje bij de hand, maar ik maak ook gebruik even van de spons om te laten zien. En ik ga een groen mengen. Dus wat ik doe, dus ik hoop dat je dat kan zien, is ik druk in de body en dan vallen er een paar druppels in de verf. Dus dan activeer je als het ware je aquarelverf. En nu wil ik mijn punt schoon hebben, want ik ga in een nieuwe kleur. Dus wat ik doe, is ik druppel een paar keer en dan komt er dus water op het sponsje en vervolgens veeg ik hem een beetje schoon. Zo'n sponsje is best handig ook als je met kinderen schildert en deze pen gebruikt. Want dan heb je geen gedoe met een waterbak die over tafel gaat. En de andere manier is dat je een paar druppels op het servetje laat vallen of het keukenpapiertje en dan maak je je punt even zo schoon. Kan allebei. Ik ga je eerst laten zien hoe je een gradient maakt. Dus je pakt verf op van je paletje. Je knijpt er verder nu niet in. En je zet de verf op het papier. En nu werk je zo langzaam naar beneden. En als het goed is, blijft het water een beetje stromen en anders kun je een klein beetje, dat doe ik nu, in de body drukken en dan komt er wat meer water bij. Als je dus wil dat hij wat sneller naar licht toe gaat. Kijk, dan zie je dat hij heel mooi een gelijkmatige overgang geeft. Dit is eigenlijk nog makkelijker dan dat je dat met een normaal penseel zou doen. Dus zo zie je. Aan de bovenkant blijft die donker en doordat er steeds water bij komt, wordt die heel gelijkmatig, gaat die van donker naar licht. Dan wil ik je nu graag laten zien hoe je nat in nat werkt. Ik ga even kijken, ik denk dat mijn penseel nog schoon is van de vorige keer, maar ik check het even. Wat ik nu ga doen is, ik wil nat in nat werken, dus het papier moet nat zijn en de verf heb ik natuurlijk al nat gemaakt. Dus wat ik doe, is ik zet een paar druppen, door in de body te knijpen, zet ik een paar druppen op het papier. En dan maak ik vervolgens mijn papier nat door gewoon met de penseel over het papier te gaan. Probeer zo gelijkmatig mogelijk alles te verdelen. En als je denkt, wat heb ik nu wel gehad en wat niet, kijk dan even schuin over je papier heen. En dan kun je zien waar het glanst. Daar ben je geweest. Dan ga ik gewoon eerst even een drup erin doen om aan je te laten zien hoe het gaat. Kijk, dan zie je, dan gaat hij heel mooi uitlopen. Omdat je nat in nat doet. En bij nat in nat heb je wat minder controle dan bijvoorbeeld als je nat op droog schildert. Maar het geeft wel vaak hele mooie natuurlijke effecten. En wat je nu ook nog kan doen, als je denkt, ik vind dit een beetje een donker stuk. Dan laat je gewoon weer even een drup vallen.
Kijk, en dat is dan water. En dat gaat dan ook weer verspreiden over het papier. En probeer zo min mogelijk zelf te doen. Ik ben nu natuurlijk niet echt iets aan het schilderen, maar je zou je kunnen voorstellen dat ik hier luchten van zou kunnen maken. Dan maak ik het even een beetje schoon. Dan ga ik even wat liften. Dus ik haal even wat verf en water haal ik even van het papier af. Dat kan dus zo. En dan kun je je zo voorstellen dat je hier, als je nog wat lagen erbij doet, dat dit een mooie ondergrond kan zijn voor een wolk. En dan kun je een beetje zien hoe de nat-in-nat methode gaat. En vaak wil je, als je bijvoorbeeld een zee schildert of platteland, dan wil je soms wat schijning erin in krijgen. Dus dat je een droge brush op je papier zet. En dan ga je met een vloeiende beweging opzij. En dan kun je je voorstellen dat dit bijvoorbeeld de zon op het water kan zijn. Als je klaar bent met het schilderen, dan moet je altijd even zorgen dat die punt echt goed schoon is. En als je dan thuis komt, dan zou ik hem ook echt even ook, misschien onder de kraan houden of even in een bakje met water spoelen. Dat die echt goed schoon is. Kijk, je ziet, ik heb hem al best wel vaak gebruikt. Die punt, die wordt niet meer echt helemaal transparant zoals die is als je hem krijgt. Maar dit geeft verder niet af. Kijk, als ik hier nu mee schilder, dan zie je dat er gewoon geen kleur van komt. Dus dat is helemaal prima. En laat je ze langer liggen. Dus gebruik ze dagelijks, dan hoeft dit niet per se. Maar laat je ze even liggen. Zorg dan altijd even dat die leeg is. Want op een gegeven moment gaat dit anders verstopt zitten. En dat kan ook met gewoon water gebeuren. Dan komt hier of een beetje vuil tussen te zitten of wat pigment. Dus dan raakt hij verstopt. Ik heb laatst wel uitgevonden hoe je hem dan weer kunt fixen. Dus daar kan ik ook nog een video over posten als je dat leuk vindt. Zeg dat dan even in de comments. En voor nu lijkt me dat wat te ver gaan. Dus ik zou zeggen, koop een leuke brushpen of misschien heb je er al eentje. En ga lekker naar buiten en veel plezier. Ik ben benieuwd naar wat jij gaat schilderen. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video en doe dan even het duimpje omhoog. En ik ga de komende weken nog even wat meer video's posten over het buitenschilderen en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Dus vind je dat leuk om ook te leren buiten te schilderen? Dan zou ik zeggen, abonneer je even op mijn kanaal en dan mis je de volgende video niet. Tot dan!